30 jaar samengewerkt te hebben met het organiseren van pronkzittingen op de Heise Tip, werd besloten te stoppen met het uitvoeren van de zittingsavonden aldaar. Carnavalsclub De Smouskes moest op zoek naar een andere locatie in Zeeland. Ja, dat klopt. We kregen het nieuws vanuit de Tip. Zij hadden eigenlijk alles nagekeken en na 30 jaar de beslissing gemaakt om met de pronkzittingen te willen gaan stoppen. Het was geen makkelijke beslissing voor ze, want ja, ik zeg al 30 jaar dat het gedaan te hebben. Maar ja, op een gegeven moment zeiden ze ook, ja, nou corona geweest is, alles op een rijtje kunnen zetten. En ja, we willen we eigenlijk gewoon daarmee gaan stoppen. Voor ons ook weer een nieuwe kans als club zijnde. We kunnen weer een nieuwe stap gaan maken in de pronkzittingen. Ze vonden die bij het Witte Huis. Ja, ja, we hebben natuurlijk ook gekeken ook nog naar het dorpshuis. Hè. Die hebben ons ook al benaderd. Ze hebben ook al in een eerder stadion mee om de tafel gegaan. Maar ja, het dorpshuis is niet klaar. Nee, Arjan Suys wil samen met de carnavalsclub kijken hoe ze de pronkzittingen in een van hun zalen op poten kunnen zetten. Ja, inderdaad. Dat is toch de tijd waarin het rustiger is bij de zalen. De meeste mensen die trouwen ook in mei, juni, september. Dus ja, 50 jaar getrouwd, 60 jaar getrouwd. Dus ook allemaal mei, juni en september. Dus ja, in deze tijd in januari, ja, dadelijk in januari, februari, dat is inderdaad de rustige tijd voor ons. Ja, het moet dadelijk allemaal passen. Ik heb ook gezegd, wij hebben alle ruimte. Dus het maakt me wat dat betreft eigenlijk niet zo heel veel uit. Maar wat het beste is, wat het mooiste is natuurlijk voor de mensen, want de sfeer moet er zijn. Maar ook de artiesten, we moeten er wel een goede weg mee kunnen. En als het kan, niet voor 1 of 2 jaar, maar voor een langere periode. Nou ja, kijk, blijven veranderen is voor ons ook niet prettig. Dus het is een heel lastig punt. Maar wat Arjan ook al zegt, we gaan eerst eens kijken hoe de samenwerking gaat. We gaan niet zeggen van 1 jaar en Arjan bedankt. Vorig jaar was het een groot succes. En vanaf deze week hebben we zomerse temperaturen. Voor Herbergs en Brouwer uit Zeeland een hele goede reden om opnieuw aan de overkant van de straat voor basisschool De Morgenzon een gigantisch terras op te bouwen. Nu er steeds meer versoepelingen in de bewegingsvrijheid van de mensen komen, kan het niet anders dan dat dit terras een heel mooi geschenk is voor heel veel mensen. En de horeca, die het afgelopen jaar heel moeilijk heeft gehad, mag daar gelukkig van profiteren. Overal, je bent welkom en daar blijkt een warm onthalen, een gezellige lach in uw vrije tijd. De zorgt ervoor dat je jong blijft in deze onstressbestendige tijd. Ja! Als je dorst hebt, dan moet je naar de Brouwer gaan. Hij is een hels van kroeg. Je komt er altijd wel op tijd, maar je komt er nooit te vroeg. Een glaasje van de gestel en gezellige brood genoeg.